Vandaag gaan wij heel veel invals vanuit de lucht naar beneden gooien. Ze zullen allemaal... Bam, bam, bam. En de laatste van deze drukke mensen hier allemaal die overblijft, verdient 100 euro. Maar voordat we dat gaan doen, moeten jullie allemaal eventjes abonneren. Robin, bij de... Hoeveel abonnees doen we wat? Wat? Dat dus, abonneer. En like even, gaan voor... 3000 likes. / TP al. Boom. Hoppakee, een ontploffing. De ontploffing is nabij. Iedereen... Kijk, waarom wil Jango gelijk weer terug naar binnen rennen? Hoezo? Jullie zijn letterlijk daar met z'n allen gezeten. Nee, ik snap het. Daar zijn ze tenminste veilig. Ja, maar voor wat? Ze weten nog niet voor wat. 3, 2, 1, piem. Boom. Oeh. Gaan de mensen dood? Gaan de mensen dood? Gaan de mensen... Dood! F, allemaal even een F. De hele chat gaat helemaal los met F'jes. Ah, dit vind ik sneu. Ja, dit is wel echt. Ah, sneu. 3, 2, 1. 1, boom. Boom. Dan gaan ze, jongens. Gaan er nog meer mensen dood. Niemand. Hoe dan? Ik ga zelf ook mee doen. Ja, ga maar. Ik doe wel. 3, 2, 1. Het is ook echt gewoon simpel om... Hoe zijn die nou dood gegaan? Die letten gewoon niet op. Nog eentje. Oh, het ging snel door. Het gaat snel door. Oh mijn god, oké. Ik denk dat we moeilijker kunnen. Ik denk dat we oprecht wel wat moeilijker kunnen. Spring als je het ermee eens bent. En dan, hoppa, nog eentje, snel. Oh, dat is onverwachts. Oh, heel gemeen, heel gemeen. Komt, ja, eentje moeilijker. Kijk, ze zijn het er allemaal mee eens. Hier, ze springen. Ja. Behalve Jet. Jet heeft mijn camera is wazig. Nee, hoe lang is hij al wazig? Oh, nee. Wacht, hallo. Ja, oké, ik ben niet meer wazig. Oké, maakt niet uit, als hij wazig was, dan is er wel een oplossing. Geen probleem. Dan hebben we het een afloop over. Nog één. Oh, ja, maar deze mannen, die staan hier bij het randje. Komen hier wel. Die hebben echt een tactiek daaraan. Nee, kaas verslaat. Free nog steeds. Oké, let op. 1, 2, 3. Oh, nee, twee. Oh, zijn er drie dood. Ah, man. Ja. Okay. Oh, Squidward. Nee, is Octo dood? Ah, oh, kijk hoe verdrietig Octo is. Ik doe 2 en 1. Ik doe 2 en 1. Oh, eentje. Twee. Die laatste zoveel mensen. Oh mijn god, jongens. Het is even tijd voor de polo... Nee, hoe schrijf je polonaise? Polonaise. Ja, maar twee L'en, toch? Nee, wacht. Ik zoek hem even op. Zeg jij het maar even op, Robin. Het begint bij Patrick Mid. Degenen die niet meedoen, gaan dood. Ik volg hem. De polonaise! Ja, de polonaise! Het is tijd. Degenen die niet meedoen, gaan dood. Hoe werkt dit? Ze doen serieus met z'n allen de polonaise. Zullen we er nou eentje doen? Level 1? Oké, doe jij 3, 2, 1. Het moet niet onverwacht zijn. Oké. Dat doe ik. Dan moet ik aftellen. 2, 3. 3. 2. 2. 1. 1. Komt-ie. Boom. Kijk, ze gelijk allemaal opletten. Nu gaan we mensen pakken. Oplossing. Oh, de oplossing. En Fjantje. Oh. Wat sneu. Nu komt niveau 3. Ja? Gaan we gouden doen. Doe maar. Oh, zo. Het is wel een verschil, hoor, dit. Varkentje runt. Varkentje runt en Timo zijn gewoon dood, helaas. Oké, op wie stem jij? We moeten allebei een voorkeur hebben waarvan je denkt die gaat winnen. Zie jij Knuppel 63 hier? Ja, die zie ik. Dit is mijn man. Dit is mijn boy. Okay. Knuppel 63, mijn boy. Dan ga ik voor It's Super Jelle. Wat? It's Super Jelle. Zijn skin is gewoon echt... Als zij nu met z'n tweeën doodgaan, hè? Jij hebt iets Super Jelle, ik heb iets Knuppel 363. Knuppel 363, ja, oké. Okay. Daar gaan we. Ik heb er weer eentje geactiveerd. Nou, weet je wat, ik wil gewoon een gouden. Ja, precies. Dat we doen gewoon een gouden en dan gaan mensen dood. Wow, die had echt veel. Hé, hier heb je Anne. We hebben ook wat mensen van Content Veen ertussen zitten hier, Anne. We hebben hier Floor, we hebben daar Rick Force, we hebben daar René. Die is als een ook lekker aan het rondrennen in de regen. En we hebben Envils. Maar onze dingen gaan goed, hé. Ja, die gaan goed. Content Veen is eruit en het gaat goed. Oké, ik denk dat het tijd is voor zilveren. Oké, zilver, boom. Oh mijn god. Oh man. Dan denk ik dat het tijd is voor een zilveren en vlak daarna een houten. Dat we even een beetje spanning eruit creëren. En dan nog een houten. Knuppel 63! Nee, knuppel! Meneer! Ik wil even respect in de comments. Even een F in de chat. F knuppel 63 in mijn reacties. Helemaal vol. Oh mijn god. Is dit al zilver? Oh mijn god, ouwe. Hij gaat niet meteen, ik dacht dat hij dat was. Dan is het denk ik nu tijd voor een gouden, Robin. Ja, oké, een gouden. Een diamond bedoel ik, sorry. Ik bedoel een diamond. 3, 2, 1. Hier gaan mensen dood. Jouw gas leeft nog, hè? Zijn er al mensen van ons? Zilver of goud? Wat is het? Nee, diamond.
Oeh, het is wel gewaagd dit wat hier allemaal gebeurt. Heftig, dit. Ik denk dat we weer een challenge moeten doen met ze, dat ze weer wat mogen doen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik weet wat. Nou? Allemaal aan één kant gaan staan. Ze zullen allemaal naar de overkant moeten rennen. En de laatste is af. Allemaal naar de andere kant rennen. De laatste die is af. Go, 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 go. Oh mijn god. Hup. Rick, nee, nee, Luc. Wat doe je, Luc? Oh, Floor! Nee, Floor! Nee! Floor, waarom sprint je niet? Oh, nee! Nee! Floor! Nee! Oh. Ja, ze verstopt, ze verstopt! Sorry. En weer door. En dan meteen een gouden. Oh, gast! Gast, maar ze waren nog niet klaar! Ze zijn nog niet uit. Gast! Oh, mijn god! Ze waren nog niet klaar! Jij zei en weer door! Ja, maar niet zo! Oh! Zullen we een netherite gooien? Ah, Rip Jamie. Of één netherite? Eentje. Gewoon om het even in de sfeer te komen. Let op. Oh mijn god. Oh, maar deze die was wel echt heftig. Die was wel heel heftig. Ja. Okay. Ja. Maar nog één. Oké. Oeh, het is eng. Nee! Mijn boy! Nee! Super Jelle. Super Jelle! Zullen we de arena halveren? Ik denk dat dat een hele goede is. Ik denk dat het tijd is, hè? Ik zal het even doen. Oké, de arena wordt gehalveerd, jongens. Is het dan tijd dat we ook allebei een nieuwe favoriet kiezen? Dat denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Ik zit even te kijken wie vind ik nou echt gewoon zo goed hier, als ik ze zo allemaal zie. Ik denk voor de duif ga. Ik denk dat de duif de nieuwe winnaar is. Oh, hele goeie, hele goeie. En jij? Ja, Luca of Luc. Die staat ernaast als aap. Oh, ja, jij mag kiezen. Maar deze is wel heel trots. Ja, die skin. Hier is hij waarschijnlijk ook echt trots op, deze skin. Hij is waarschijnlijk echt veel te trots op. Ik ga voor Luca 04-08-08. Top, ik ging voor Tyson de dinges. Dan beginnen we even simpel. 1, 2, 3, 4. Oh, je bent blij dat je niet voor die Luc bent gegaan. Wees heel blij dat je niet voor die Luc bent gegaan. Oh, jeetje. Oké, dan gaan we... Ik ga een hele moeilijke doen, oké? Ik ga het telkens moeilijker maken. Hout, steen, goud. Oh, ja. Zilver. Ja. Diamond. Oh, ja. Netherite. Oh. Oh. Ja. Rick. Rick is dood. Ja, we hebben Rick. Ja. Rick yes. is dood. Yes, yes. Yes. Netherite. Oh, mijn god. Wacht, hè. Ja. Oh. Nee. Mijn duif. De duif. Mijn legende. We moeten terug naar Diamond. Wacht. Nee. Het is te laat. Dat ging dood. Ik vind dat het tijd is voor één iemand die een tweede kans krijgt. Eén iemand. Ja, maar nou ga jij de duif zeggen. Nee. We gaan het random doen. We gaan het random doen. Getal onder de... Dat is heel kut. Ja, dat is heel vervelend. Wat doen we? Ja, we kunnen het wel doen. Eigenlijk wil ik Octo nog een tweede kans geven. Ja, eigenlijk ik ook. / C. We geven Octo een tweede kans. Octo mag niet stoppen met springen. Anders is hij dood. Dus je hoort het, Octo. Niet stoppen met springen. Alleen Octo mag niet stoppen met springen. Ja. Goed Octo in de gaten houden. Oh. Oké, dan gaan we door naar goud. Naar goud. We geven hem ook echt de tweede kans. Als hij weer dood gaat, stikt hij er maar in. Dan gaan we naar steen. Recht in. Steen. En dan hout erachteraan, want die is makkelijk. En dan nog een hout. Nee! Wat? Octo. Nee, oh mijn god. Nee. Dat meen je, Octo. 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 We gaven je die extra kans. Octo. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? We hebben een tweede kans gegeven. Oh, dit gaat mij eens pakken. Ik heb het gevoel. Oh, niet eens. Dit gaat mij eens pakken dan. En anders pak ik de volgende zilver ze wel. En anders pak die zilver daarnaast ze wel. En anders pak die goud daarnaast ze wel. En anders die goud daarna. En als dat nog niemand pakt, netherite. Oh, nee toch. Nog een netherite. Oh, nee toch. Nog een netherite. Nee toch. Hop, bom, bom, bom. Oh, nee, dit heeft 3 mensen gepakt. Maar dit zijn toch, ik moet zeggen... Ja, dit zijn toch nog wel... kijk, we hebben hier Squid Game nog. Anne is de laatste Content Veener. We hebben nog 1 iemand van Content Veen. We hebben 2 mensen van de Royalistic Gaming Discord, Patrick en Tralek. En voor de rest zijn het alleen maar kijkers. Reageer nu in de reacties. Wie van deze mensen hier is jouw favoriet? Wie gun je hier het meest? En een like. En een like. Dat heb jij nog niet gedaan. Dat zie ik. Oh, dat komt niet zo dichtbij, Robin. Dus? Weet je wat je ook nog niet hebt gezien? Nou? Een diamond? Ik dacht eigenlijk aan de netherite. Oh. Boom. Ah, oh, Armonique. Oké, zullen we de volgende Polonaise doen? En dan ineens... We doen het... Oké, ik heb een idee. Wacht. We doen weer een Polonaise. Wacht even. Wat is het? Luca is af! Nee! Je maat! Nee! Oh, maar we doen een Polonaise. / C. Start bij Tralek. Tralek begint de Polonaise. En ze moeten goed opletten nu, want we zullen ineens tijdens de Polonaise... Maar dan doen we hem wel rust, hè? We doen hem... Nee. Wat dachten we van een netherite erbovenop? We moeten het wel een beetje moeilijk maken nu, hè? Maar ik ga hem ineens gooien. Maar als ze eruit gaan, zijn ze dan ook af? Dat mogen ze zelf weten. Maar! Kijk.
Oeh, het heeft er twee gepakt. Dit was heftig. Doorgaan, ze moeten doorgaan. Doorgaan, hup, hup, hup. Ik doe een diamantje, ja? Ja, een diamantje. Diamantje vind ik wel goed. Oh, dit is wel echt eng, maat. Dit voor ze. No! Het zijn twee Anne! Oh mijn god, als zij winnen, dan word ik... Nee, dit is één. Oké, nog eentje. Nog eentje en dan stoppen we de Polonaise. Een? Oh, een wolfman! Oké, oké, jongens. Nee! Oh mijn god, Tralek tegen Milan Super. Ja, ja. Ik gun het de Cashspirit ook, maar ik gun het de Bikini Villager gun ik het ook wel. Ja. Oh nee, mijn god. Nee, nee, nee. Ik ga voor de Kerstman. Jij gaat voor de Kerstman? Oké, dan pak ik Tralek. Ja. Dan pak ik de Bikini. Dat is goed. Dan pak ik het ding. Dat is goed. Het wezen. We laten de chat hier. Laten we even stemmen. Voor wie zijn ze? Ja, Tralek of Milan? Ja, ik zeg wel voor wie. Brom, Milan. Brom, 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 brom. Tralek, brom, brom. Brom, heel veel brom. Ja, dat doet Bram zelf. Tralek, Tralek. Oh, het is wel verdeeld, zie je? Ja, het is serieus verdeeld. Ik ben Octo. Ik ben Octo. Oké, het is verdeeld. Oké. We beginnen subtiel. Stel, ze gaan tegelijkertijd dood. Dan is degene die laatst in de chat doodging, die is de winnaar. Die heeft dan gewoon geluk. Want dan zijn ze allebei dood gegaan. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Komt-ie, we beginnen subtiel met een houten. Dit is de finale, hè? Als iemand met hout doodgaat, dan zou ik echt pietig worden. Ja, we kunnen proberen te finishen met hout gewoon. Dat we alleen maar hout blijven gooien. Oh. Vind ik goed. Oh. Dan doe ik er eentje achteraan. Doe ik daar eentje achteraan? Ja, maar dan ik ook. Ja, maar dat doe ik daar weer, want ik moet jou weer overtreffen. Nee, helemaal niet. Ik sta daarboven. Ja, maar ik doe steen. Ja, maar dan doe ik dat ook. Ja, maar dan doe ik weer steen. En vlak daarna eigenlijk veel te snel. Mijn god, hé. Oh, mijn god, goud. Oké, zit... Oh. En hout. En goud. Oh, ik vind het gewoon echt spannend. Ja, ik vind het serieus ook heel spannend. IJzer. Wedden, ze zijn ook aan het zweten met z'n tweeën. Ja, ik weet het zeker. Ze doen. Moet de arena nog kleiner? Of, Nee, hè? Nee, op hoe je hier doet. Nee, ik deed net rijdt erachteraan. Nee, wat doe je nou? Oh mijn god, hé. Hoe winnen zij gewoon nog steeds? Hoe zijn jullie nog niet dood? We moeten het moeilijker maken. Arena gaat kleiner worden. Wil je nou ook je eigen server en wil je nou ook dit soort rare events doen? Ga zeker even naar de site Kaas Hosting. Dankjewel voor de mooie server. Link staat in de beschrijving. Oké, daar gaan we weer. Laat maar weten in de chat, want Milan let er weer niet op. Dit is zeg maar geen winnaarsmentaliteit. Dat hij alleen maar kokkie naar de rest zo aan het juichen is. Oké, 3, 2, 1. Baba Ganoush. Baba Ganoush. Het is gewoon hout. Nog hout. En steen. En goud. Oké, en hout. En goud en hout. Ik hou ervan. En diamond. Ja, oh! Oh mijn god, het is volgens mij... Het wordt niet specifiek moeilijker, maar ze hebben gewoon minder ruimte om naar te gaan. Ik doe een netherite. Zie je, het wordt niet specifiek moeilijker. Nog een netherite. Ik ga er zelf even bij staan hoe moeilijk het is. Ja, en het nog een netherite. Ik ga nu gewoon door tot er iemand af is. Het is klaar, Robin. Ik ga door tot er iemand af is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, waarom duurt dit zo lang? Ik moet sneller gaan. Stop bij 10, of wat zei je? Ja. Want dan gaan we door naar de klapper. Oh, wat is de klapper? Ja, ik vind toch dat we het moeilijker moeten maken. Doe eens de klapper. Wat is het? Weet je dat zeker? Je hebt niet 50-50 gedaan, toch? Oh mijn god, je hebt 50-50 gedaan. Doe maar. Ja, 50-50. En dan niet boven ze vliegen, maak het niet te moeilijk. Weet je het zeker? Ja, doe maar een 50-50. We gaan het even moeilijk maken. Oké, wacht even. Daar gaan we. Oké, 50-50, hè, zeg jij? Ja. 3, ja? 2, 1, piep. Boom! Oh, nog eentje. Boom! Ja, en doe ik deze erachteraan en dan doe jij de volgende. Boom. Waarom gaan ze niet dood? Ik snap het niet. Hoe goed zijn jullie in Anvils ontwijken? Jullie horen al lang dood te zijn. Hier. Oh. Ja! We hebben een winnaar! We hebben een winnaar! Het is Tralek! Tralek is de winnaar! GG's in de chat, jongens! En het vervelende is, ik heb aan Tefa, ik zei van tevoren, je mag meedoen, maar als je wint, doneer je €100 aan de vrijwilliger. Dat meen je niet! Ja. Dat meen je niet! Nee, dan vind ik eigenlijk dat Milan wel degene is die gewonnen heeft met het geld. Ja, of Tralek mag vertellen aan wie die het geeft. Maar het moet wel een kijkje, ja, maar dat is... Uit dit groepje, of niet? Nee. Nee, dan wint Milan. Tweede ronde, zegt iedereen. Ja, maar hallo jongens. Het geld groeit niet aan de bomen. Het geld groeit niet aan de bomen. Laten we met Tralek ik al gaan, ik bel hem. Van alle mensen ga jij ook echt eerste worden. Ja. Waarom? Ik ben goed in dit spel. Ja, maar waarom? Ik zei nog van tevoren, win niet. Gewoon. Maar wat wil je met je €100 doen? Het maakt me niet uit, joh. Wil je het aan de tweede plek geven? Wil je het zelf houden? Wil je het aan iemand random geven?
Ik geef het aan mijn vriendin, Jan. Je geeft het aan je vriendin? Ja. God, ja. Vies. Nee, is lief, is leuk. Nee, snap je. Nee, is helemaal prima. Hey, gefeliciteerd met de 100 euro. Dank je wel. Je hebt hard nodig. Ja, was op een gegeven moment wel moeilijk, hè? Ja. Nee, oké, okay, top. Nee, dan, oké. Wil je nou ook winnen? Join dan zeker even de Royalistic en Walnut Gaming Discord. Woehoe! Link staat in de beschrijving. Abonneer zeker als je dat niet hebt gedaan. Robin, wat moeten ze nog meer doen? Liken! Nee!